De brand begon om 7:00 in het restaurant. Daar was op dat moment niemand aanwezig. Brandweerkorps uit Harderwijk, Ermelo, Hierden en Putten sprongen bij. En dat was hard nodig. Er was in het begin zeker gevaar dat er overslag zou plaatsvinden naar diverse panden. Maar dat heeft de brandweer allemaal weten te voorkomen. Goedemorgen. Omdat het pand in de buurt van Dierenpark Dolfinarium staat, konden bezoekers een groot gedeelte van de dag niet op de gebruikelijke parkeerterreinen parkeren. De rookontwikkeling heeft een tijdje richting de parkeerplaats van het Dolfinarium gestaan. De wind is inmiddels gedraaid, maar het betekent wel dat het niet veilig genoeg is om alle bezoekers hun auto te laten parkeren op de reguliere parkeerplaats. Daarom worden zij nu verwezen naar alternatieve parkeerplaatsen aan de rand van de stad en vanaf daar met pendelbussen naar het Dolfinarium begeleid. Maar dat was comfortabel. Bij veel mensen zijn gezellig. De brandweer is de hele dag druk geweest in en om het afgebrande pand. De omliggende gebouwen waren de hele dag gesloten vanwege instortingsgevaar. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.